Dit is een voorbeeld uit de lesbrief 27 en dat gaat over F- en Z-hoeken. En het staat helemaal beschreven op zich in de lesbrief, maar ik dacht, jullie vinden het misschien ook fijn om gewoon een filmpje ervan te hebben. Heb je het andere filmpje gekeken? Daar heb ik je al een klein stukje van laten zien. Nou, je ziet hier staan, A, B is evenwijdig met CD. Dan moet je gelijk denken, oh, evenwijdigheid, dan moeten de F en Z in zitten. A1 is 76, B1 is 63. Nu vragen ze welke Z-hoek hoort bij hoek D1. Dit is hoek D1 en ze hebben het over een Z-hoek. Nou, wat je dan kunt doen, ik heb ook een soort inkleurblad bij de lesbrief gedaan, dan kun je hem inkleuren. En dit is dus E1, deze hoek. Nou, en van een Z heb ik jullie ook verteld, er zijn al de sprietjes van de Z, dat zijn de evenwijdige lijnen. Dus we zullen hier naar de overkant moeten. Gaan we die kant op, dan krijgen we nooit een Z. Z is verder gaan waar je was gebleven. Zo. En deze zijn dan evenwijdig. Dus de Z-hoek, die hoort bij D1, is A2. Dan gaan we kijken naar bereken D4. Dat is, even kijken, D4, dat is deze hoek. En ze willen weten C1. En C1 zit hier, daar kom ik strakjes op. We gaan eerst eventjes kijken naar D4. Probeer eerst uit te zoeken, kan ik hem in één keer doen? Dit is een hoek waarvan één stukje een evenwijdige lijn is. Dan ga je kijken, kom ik nog ergens een evenwijdige lijn tegen? Als ik hier verder ga, nee, maar als ik hier verder ga, wel. Nou, je kunt zeggen, ik ga die kant op, maar hier zie je een hoek staan. Dus probeer die hoek te vangen die je ziet staan. En dan heb je eigenlijk al, krijg je hem eigenlijk min of meer cadeau, want je hoeft er niet eens iets extra's voor te doen. Daar staat er gewoon al. Dus hoek D4 is gelijk aan hoek A1. Is gelijk aan 76 graden, omdat het een Z-figuur is wat erin zit. Ofwel Z-hoek, maar je mag voor mij gewoon een Z schrijven. Dan gaan we naar C1. Hoe zit dat nu? Nou, C1 die zit in het groene vlak rechtsboven. Dat is ook een trapezium, hè? Ik weet niet of jullie mij kennen, is het trapezium zo, dat groene ding. Want deze twee zijn evenwijdig en minstens één paar zijden evenwijdig. En je bent een vierhoek, dan ben je een trapezium. Nou, C1 zit hier. Zo. Hoepertee. Dit is C1. Ga naar de overkant en dan kun je twee kanten op. Je kunt zeggen ik ga zo en dan is die gelijk aan B4. Je kunt ook zeggen ik ga naar beneden en dan is die gelijk hieraan. Dit is een F-figuur. Dat zou ik jullie eigenlijk graag willen laten zien, maar het is voor jullie makkelijker te begrijpen als ik toch de Z pak. Dus zie wel eventjes dat dit kan zo, dat die hoeken even groot zijn. En dat als dus B2 gegeven was, je C1 al had. Maar het is voor jullie fijner hier er een Z-figuur van te maken. Oh, pak de verkeerde stift. Zo, hoppatee. Want dan zijn die oksels aan elkaar gelijk. En ik denk dat jullie sneller zien als je B4 hebt, dat je dan deze uit kunt rekenen en andersom. Want dit is samen, even een ander kleurtje pakken, zo, 180 graden. Die zijn met z'n 280. Deze heeft de 63 in gebruik. Dan blijft er voor die andere nog iets over. En dan ben je dus veel sneller klaar. Hoek B4 is gelijk aan 180 graden. Min 63 graden is gelijk aan 117 graden. Ik tel hem al nog even na. 10, 70, 80. Ja, 180. En dan zet je achter gestrekt. Nou, je had ook met de gestrekte hoek die andere hoek uit kunnen rekenen, had je precies hetzelfde gekregen. Nu bij de bijna, want je wil de hoek C1 weten. Hoek C1, deze moet eigenlijk zo. Hoek C1 is gelijk aan hoek B4. Ik moest even goed kijken dat ik het verkeerd zei. Is 117 graden. En dat is volgens ook weer een Z. Was het nu volgens de F, dan had je daar een F gezet. En dat is het voorbeeld uit de lesbrief.